2024 is een buitengewoon goed jaar voor de Zwijkerse hengeloot. Kilo's van de lokale pruimensoort zijn de afgelopen weken door ruim 30 vrijwilligers uit de bomen gehaald. Schijnbaar heeft de Zwijkerse hengeloot geen last gehad van het extreem natte voorjaar. Dat komt zeker ook omdat de maand april vrij gunstig is geweest. Is toch wel qua temperatuur gaat gunstig geweest. Weliswaar heel veel regen. Gelukkig geen vorst, want dat heeft gegarandeerd nadeel op de opbrengst. Maar er is wel veel regen gevallen in de lente, zal ik maar zeggen. En dat heeft wel een nadelige consequentie voor de kwaliteit. De Zwijkerse hengeloten die hebben als eigenschap dat ze eerst groen zijn en dan langzamerhand een beetje geel werden. En door ook nog weer een rood blosje ontwikkelen. Kijk, dat rode blosje, dat is wie dat hier zo uitziet. Dat is wie eigenlijk een eigenschap is van de proem zoals het zou moeten zijn. Dit is een perfect proem, AA-kwaliteit. Maar we hebben op dit moment ook als gevolg van de regen en van het weer hebben we een broene roest op sommige proemen zitten. En ik heb hier een voorbeeld van wie dat in extrema eigenlijk zo kan voorzien. Dan zien ze dus eigenlijk dat er een stippeltjes op zit. En dat is zichzelf voor de smaak en voor de proem. En wat ze er met wil, maakt het allemaal niks uit. Ze zijn van binnen ook net zo lekker. Maar voor jam en andere dingen hoe ze niet per se de schild wilt zien, door is het een uitstekend product. De christen eigenlijk niet de prijs van de AA-kwaliteit. En dat zal ik de merkt koopman. Want dat gaat toch voor 80% naar de regionale markten, buiten de bakkers en de jammakers, et cetera. En ja, goed, de christen natuurlijk gaat minder dan de AA-kwaliteit. Dat is zo. En is dat nadelig voor de stichting, voor de organisatie? Oh nee, gelukkig zijn we niet financieel afhankelijk daarvan. Het zijn allemaal vrijwilligers. De bijen die zijn geadopteerd. Dus financieel zijn we gelukkig, zoals de boeren vroeger dat wel waren. Die worden echt financieel afhankelijk van wat opbrengst van proemen. Zijn we dat niet echt? Nee, dat is niet zo. Dit jaar zijn de proemen gegarandeerd.